Welkom bij een nieuwe aflevering van Guess Who. Vandaag zijn we hier met Owen Wijndal, Steven Berghuis. Boys, hebben jullie er zin in? Zeker. Ik zeg net, ik denk dat hij beter is in is dan ik. Want... waarom zeg je dat? Ten eerste, hij kent die jongens wat langer. Ja? En ik heb ook wel gewoon het gevoel dat Steve ook wel gewoon kleine dingetjes weet van waar jongens hebben gespeeld. Meer dan ik, denk ik. Ja, voetbalkennis. Ja. Jij? Ben je vertrouwen? Ik ken die boys wel wat langer. Sommigen zijn natuurlijk nieuw. Dus ik ben misschien licht in het voordeel. Laten we kijken of dat ook in werkelijkheid zo is. Laten we gewoon direct gaan beginnen. Speler nummer 1, aanwijzing nummer 1. Hij schoot als kind thuis regelmatig een glas om. Ja, ik ben dat sowieso niet. Nou, dan kan je zelf echt tikken. Oh ja. Schoot jij wel thuis een glas om? Ja, misschien wel eens, maar ja, dat is niet informatie die jij weet. Nou, dat weet jij niet. Wij hebben ons goed verdiept. Oh, dat is zo. Hey, maar, wij hebben met mensen gesproken. Mag ik eigenlijk zeggen wie ik wegtik? Want anders... Nee. Nee, mag ik eigenlijk niet zeggen? Ik zou het niet zeggen. Staan de plaatjes hetzelfde dan daar? Nou, dat kunnen we ook niet zeggen. Nee, blijkbaar niet, want je hebt jezelf daar weggetikt. Ja. En dat is linksboven. Ja, dat ben ik niet bij jou. Je wordt op gewoon op hele andere levels geweten, jongens. Oké, tweede aanwijzing. Hij is tweevoudig Europees kampioen. Dat kan ook de jeugd zijn. Dat kan ook de jeugd zijn. Lekker ook voor jouw aanwijzing gegeven, zo Tom. Ja. Oké, tweevoudig Europees kampioen. Ja, ik was al wel bezig, maar shit. Even kijken wie ik heb omgetikt. Ja, dat kan niet, hè. Ja, daar ben ik niet zeker van. Of niet? We gaan verder. Hij doet alles voor de fans. Hij doet alles voor de fans. Oh, ik heb nog... Ik reken ook. Ja. Is goed. Ik denk dat ik... Jij mag raden van mij. Ja, mag het? Ja, ja. Ja. Dan zeg het maar. Brian Brobby? Dat klopt. Dat heeft hij als jeugdspeler gezegd, dat hij alles voor de fans doet. Ja? 1-0 voor Owen. Tweede vraag, eerste aanwijzing. Hij werkte in zijn jeugd bij een bedrijf dat voetbalshirts maakt. Ja? Next? Ja, ik onthoud het gewoon. Tijdens zijn eerste seizoen als prof besteedde hij bijna 70% van zijn maandsalaris aan reiskosten. Deze is wel lastig hoor. Ah, het zijn lastige vragen. Ik zie ook nog niks om tikken. Nee man, ik heb echt geen idee. Nee, ik ook niet. Ik weet het niet. Hij speelde al meer dan 100 wedstrijden voor Ajax 1. Nu kan het wegtikken beginnen, toch? Ja, ik kan het wegtikken. Voor Ajax 1, zei je? Voor Ajax 1. Age. Net wat minder breed. Mag dit? Nee, dit mag. Dat is dus ongeluk. Okay. Ja, maar ik tik die om en die andere gaat gewoon om. Nee, ik had hem kunnen laten liggen. Het gebeurt mij hetzelfde, man. Mag ook. Ik zie door de vingers. Ja, hou hem wel in de gaten, hè, want anders gaat hij denken... Ik hou jullie allebei in de gaten. Ik heb zo'n vermoeden dat ik al weet wie. Ja? We gaan verder. Ga er gewoon voor. Nee, ik wacht maar even. Hij woont straks samen met 3 dames. Steven is aan het denken, jongen. Ja, je hebt hem al. Ja, ik ben even aan het twijfelen. Ik spreek even mee. Of je wacht. Maar kan ik wachten? Ja, dan verlies ik misschien een punt. Als hij het fout hebt, dan mag jij verder. Nee, dat als hij het fout heeft, dan mag jij verder. Ik zie je wel stiekem lachen. Ik voel echt. Ja? Nee, maar... Hier worden spelletjes gespeeld, hè? Hier worden spelletjes gespeeld. Twijfel, joh. Oké, Ik ga Steven het laten zeggen. Ja, zeg maar. En dan is het... Zeg maar. Edson Alvarez. Dat is correct. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja, moeilijk. Hij stond er nog wel bij, man. Ja, hij woont nu al samen met zijn vriendin en zijn dochtertje. En daar komt nog een dochtertje bij. En hij maakte zijn debuut met nummer 282. Wist jullie dat? Nee, 282. Wist ik niet. Bij Club America. Ja. Oh, nee, wist ik niet. Ga ik zo over zeggen. Dat zijn gekke... Slaat nergens op, natuurlijk. 1-1. 1-1. Speler nummer 3. In zijn geboortejaar had Jody Bernal... Een hit met Cassie Canon.
Ken je dat nummer nog? Ja, ik ken het, maar geen idee welk jaar het was. Wil je het even zingen? Beetje neurien? Kessi, Keno. Laat je ook overal voor lenen. Tweede aanwijzing komt eraan. Hij werd op straat ontdekt. Zijn eerste Champions League optreden duurde slechts 9 minuten. Hij weet hem al, hè? Hij weet hem al. We gaan er even wat vaart achter zetten, Owen. Zijn eerste Champions League 9 minuten. Je moet ook gewoon op het juiste moment toeslaan. Ik denk dat ik ook wel weet wie. Ja? Ik ga gewoon gokken. Gewoon alles of niets? Ja. Oké, kom maar. 2-1 voor mij. Zeg het maar. 2-1 voor mij. Zeg het. Kudus. Jij? Kudus. Kudus. Echt? Ja. Kudus, ja. Het is 2-2. Let's go. Hey. Wat een gok. Gok. Dat is gewoon koffie, jongen. Eigenlijk was het ook wel gewoon heel intelligent. Bluff, ik dacht dat je Anthony zou bluffen. Ja, ik zat te twijfelen. Die stond er nog wel. Maar ik denk niet, Anthony heeft geen 9 minuten maar in de Champions League als de eerste keer. Kudus. Maar jij wist het duidelijk, hè? Ja, tegen Liverpool. Ja, dat goed gedaan. 2-2. Volgende vraag. Spanning? Zeker. Hij werd geboren in een jaar dat Brazilië wereldkampioen werd. Jij weet natuurlijk hoe vaak ze wereldkampioen zijn geworden. Ja, 5 toch? 5 keer, ja. Sterretjes. Ja. Maar geen idee welk jaar dat is. Ja, Volgende. Hij begon als 3-jarige al met voetballen, maar werd weggestuurd omdat hij te veel tackelde. Dat zou heel ook zomaar kunnen zijn, hè, grap? Ja. Hij ging als eerste date een strandwandeling maken samen met de hond van zijn ouders. Ja, dan... ja, je haalt de niet-romantische boys haal je weg. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het nog steeds wel lastig, hoor. Ik ook. Ga gewoon verder. Ja. Hij komt uit de Kaasstad. Oké. Dit is ook een beetje een psychologisch spelletje, hè? Gewoon een beetje jou aankijken. Ja. Komt uit de Kaasstad. Hey, waar ben je geboren? Alkmaar. Waar? Almere. Ja? Ja. Oké. Okay. Je loopt niet makkelijk te nemen. Nee, Almere echt. Mijn vader speelde toen bij Volendam. Waar ben jij geboren? Zaandam. Kijk, kan je nu al weg te hebben? Ja. Die loop je nou gewoon... Ongelooflijk. Gelijk kansen. Hey. Ik zie het door de vingers. Oké. Okay. Next. Ja, doe maar. Hij is tweebenig. Alsof ik dat niet weet. Huh? Dat is 3-3. Ja. Dat is 3-3, kijk. Tweebenig. Mooi, hè? Ja. Wil jij het als eerst zeggen? Kenneth Taylor. Kenneth from Another Planet. Ja. Jij ook, hè? Ik ook, ja. 3-3. Dus hij ging op date met de hond van zijn ouders. Ja. Die nam die mee, hè? Ja, die nam die mee. Die nam die mee, ja. Heel vreemd, hoor, Ken. Wat is jouw ideale eerste date dan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eigenlijk niet date, maar... Uit het principe of wat? Nee, ik weet niet. Het is gewoon nog niet echt dat ik denk van, hey... Ik vind als ik op date ga, moet het wel echt een topper zijn. Ik ben nog nooit op date geweest? Nee. Nee, nooit echt als in uit eten of wat dan ook, nee. Dan zal je eten op je eerste date dan? Ja, misschien ook niet. Ik denk ik niet. Ja, misschien dat het echt om... Dat je echt wat doet. Misschien is dat wat leuker. Volgende vraag. Hij speelde in EK. Hij speelde een EK. Jeugd kan dus ook. Kan ook. Je is een instinker. Ja. Ik zie door de vingers. Hij heeft het wel vaak nu. Maar dat is ook spanning, hè? Maar dat is niet erg. Hij heeft altijd een bijbel in zijn voetbaltas zitten. Maar jij kijkt er wel naar alsof je de genadeklap uit wil delen nu. Hey. Ik ga ervoor. Ja, hey. Kijk, maar dat, dit is aanvallend voetbal. Gewoon hup, alle aanvallers. Maar dat erin. Is bravoer. Ik heb iemand in mijn hoofd. Maar ik weet niet zeker of hij nou altijd een bijbel bij zich heeft. Ja. Gaat hij het weer flikken? Mag hij het gokken? Ja, hij mag het gokken. Timber.
Punt voor Steven. Shit. Dat klopt. Ik zei Bergwijn. Oh ja. Het staat 4-3, hè? Hoeveel hebben we nog? We hebben nog één vraag. Hij is geboren in Amsterdam. Nou, Kenneth Taylor kan weg. Ja, zeker, ja. Hoe is jullie jeugdkennis? Jeugdclubs en zo? Hij speelde bij dezelfde amateurclub als Frank Rijkaard, Myron Boadu en Danny Landsaat. Ik weet waar Myron heeft gevoetbald in de jeugd, maar ja. Ik heb geen idee wie daar nog meer heeft gespeeld. Nee, oh hier, deze kan ook weg. Danny Landsaat. Oké, okay, naast voetbal is basketbal zijn favoriete sport. Ik weet het. Ja? Zal ik er nog eentje doen? Nee. Nee? Nee. Is het serieus? Mm-hmm. Ah joh, gok gewoon niet. Basketbal? Ja, basketbal is een favoriete sport. Maar je kan ook nog wachten, want hierna heb ik nog 3 aanwijzingen. Ja, oh, maar dat betekent dat ik het fout heb, want je keek al wat ik had. Nee, dat zeg ik niet. Wat doe je dan? Ja, gooit er wel veel om. Huh? Ja man, ik hou deze 3 over. Doe maar. Nee, ik moet zeg maar zeggen, toch? Jij moet het nu wel zeggen, ja. Bergwijn. Dat is niet goed. Ai, shit! Dat is niet goed. Nee? Nee, dat is zeker niet goed. Dat is niet kan goed. Ik ook dan wegtikken, toch? Want ik had die wel. Ja, dat kan je wegtikken. Dankjewel. Dankjewel voor de assist. Hij reageert altijd als een oude meneer onder de Instagram post. Brian? Kan toch niet? Brian is agreus. Zijn moeder komt uit Hongkong. Ja man, ik heb hem staan. Ja? Ja, was goed. Goed. zeg het maar. Fitz Jim. Ja, dat is correct. Ja. 5-3, heel sterk gespeeld door Steven. Jij, ik moet ook wel zeggen dat jij gewoon veel risico hebt genomen. Dat is toch ervaring. Ja, jeugdigheid. Je was een dappere strijder. Ja. Goed gedaan. Ja, ik liet mijn piepen op Maar wat was die amateurclub? Buitenveldert, toch? Buitenveldert, ja. Ja, dat had Meijer daar had Meijer gespeeld, dus dat wist ik. Maar ik dacht misschien Stevie, Amsterdam, Buitenveldert. Maar Stevie is niet basketbal, into the basketball. Hoor. Ja, maar ja, Kian wel. Kian wel, ja, Kian wel. Hij had hem nog wel. Hij heeft wel de lengte voor een basketballer. voor een goede point guard. Ja. Dat was het dan, mannen. Ik baal. Voor de mensen thuis, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer met weer een nieuwe aflevering van Guess Who. Ciao.